Hallo kidoki allemaal, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag mijn shopverbod van 2022 voor je. Ik vind het heel spannend, want ik heb mezelf best wel wat doelen gesteld die ik dit jaar wil gaan halen. Met betrekking tot shopverbod of met shopbeperking wat ik mezelf heb opgelegd. En ik heb er wel zin in om het op te nemen, want als ik het met je deel, dan heb ik het idee dat het doel ook makkelijker te halen is. Snap je dat het dan net even motiveert om het te doen? Ik heb geen shopbox aan, want voor mijn gevoel is het licht genoeg. Ik kan er nou toch niks meer aan veranderen als het te donker is, maar goed, dan kan ik wel met bewerkingprogramma een klein beetje lichter in de duisternis helpen. Ik heb het zo gedaan, ik heb het ingedeeld in categorie mag ik gewoon kopen, want dat gaat te hard en daar kan ik niet een jaar zonder. Heb ik een limiet voor mezelf opgelegd en de laatste categorie mag ik absoluut niet kopen en dat is de grootste categorie. Maar als ik het zo zie, dan heb ik echt best wel wat dingen die ik gewoon niet mag kopen, omdat ik gewoon nog te veel heb. En dit is het tweede jaar dat ik op mezelf woon en ik moet nog steeds wennen aan het feit dat ik niet meer alles kan kopen. Toen ik nog bij mijn ouders woonde, kon ik alles kopen. Eigenlijk wat ik maar wilde. En ik spaarde natuurlijk wel, maar zelfs ondanks dat nog kon ik nog heel veel kopen. En dat klinkt heel verwend, maar goed, weet je, ik werkte hard en doe ik nog steeds, maar nou is het toch allemaal anders. Ik zou zeggen, laten we gewoon gaan beginnen met deze categorieën. We beginnen even met de eerste categorie, wat ik gewoon mag kopen. Dat zijn maar drie dingen. En dan moet ik nog heel goed gaan van, ja, wat heb ik nou onvoldoende om het hele jaar te gebruiken? Ik kwam op badschuim, nachtcreme en micellair water. Drie dingen die ik dit jaar zou moeten kopen, omdat ik het anders niet red met de voorraad die ik heb. Badschuim gaat bij mij heel hard, want ik ga iedere avond in bad. Ik ben een tijdje teruggegaan naar om de dag in bad, vanwege de gasrekening. Maar ik kwam erachter dat ik veel gestrest al werd, omdat ik s'avonds om de dag dat ontspannen momentje niet had. En B, het warme water helemaal niet zoveel in negatieve zin bijdraagt aan de gasrekening. Dat het echt de verwarming is die de duurte is. En dat bad maar zo'n stukje is eigenlijk. En dan vond ik het verhoudingsgewijs niet waar. Dus badschuims gaan bij mij hard. Die zal ik nodig hebben om te kopen. Nachtcreme, ik heb nou geen voorraad nachtcreme meer. Ik heb mijn Philosophy Hope in a Jar Night Cream. En dat is ook de enige nachtcreme die ik heb. Op het moment. Dus die zal ik ook moeten kopen. Micellair water heb ik nou een fles van Garnier zit nog zo'n beetje in. En ik heb nog een volle fles van Bevola van Kaufland, eigen merk. En ik zal dit jaar nieuwe moeten kopen. Dan heb ik producten waar ik een limiet op heb. Waar ik gezegd heb dat mag ik in 2020 5 producten van kopen. Dat zijn eigenlijk vooral dingen die ik eigenlijk niet zou mogen kopen. Maar waar ik gewoon weet dat me dat niet gaat lukken. En als ik een limiet opleg van 5, dat ik echt heel kritisch ga kijken van dit wel en dit niet. En dan wordt het een ander verhaal. Ik mag maar 5 oogschaduwpaletten kopen. Ik heb een shoplog opgenomen afgelopen anderhalf week geleden of zo. Maar dat was allemaal nog net voor het nieuwe jaar gekocht. Dus die telt nog niet mee. En ik denk dat ik dit jaar misschien niet eens aan de 5 oogschaduwpaletten kom. Puur omdat ik echt anders met mijn leven aan het gaan ben. 5 douchegels. Dat gaat wel een uitdaging worden. Want ik vind douchegels heerlijk. Ik heb een douchegelverslaving. Als je me volgt, weet je dat. En ik geniet van iedere avond een andere douchegel gebruiken. En het dan combineren met een lekkere body lotion. Die komen dadelijk trouwens aan bod bij de mag ik niet kopen categorie. Spannend. De 5 douchegels gaat lastig worden. 5 oogschaduwpaletten gaat me wel lukken. 5 lipsticks mag ik maar kopen. Ik heb eigenlijk helemaal niks nodig. Als ik het heel kritisch bekijk, heb ik het gewoon niet nodig. 5 maskers. Ik heb altijd, als ik ergens ben, neem ik maskertjes mee. En dat is niet nodig, want ik heb nog genoeg. Ik heb nog veel te veel zelfs. Dus ik heb het gewoon niet nodig. 5 badproducten maar. En of dat nou een bruisbal van Lush is of zo'n bakje zakje badzout van Balea, ik noem maar iets. Mag er maar 5 kopen. 5, dit is ook een moeilijke categorie, blushes, bronzers of highlighters. Ik heb het niet nodig. Ik heb veel te veel van die spullen. Maar ik weet als ik tegen mezelf zeg, ik koop er geen, dat het dan niet goed gaat. Omdat ik dan na 1 ding al denk, ja, ik heb nou toch al overtreden en dan geef ik de moed weer op. Dus als ik mezelf beperk tot 5 en of een blush, of een bronzer, of een highlighter, dan hoop ik dat het goed komt. En ik mag ook maar 5 liquid oogschaduws kopen. Dat is ook een uitdaging, want ik ben verzot op liquid oogschaduws. Echt helemaal verzot erop. Dan de lastigste categorie. De categorie niet kopen. Maar er is wel een hele duidelijke reden dat ik mezelf dit heb opgelegd. Ik
ik heb het niet nodig. Alles wat ik nu ga opnoemen heb ik nog veel te veel of in ieder geval minstens genoeg van. En in de meeste gevallen veel te veel. De eerste categorie is body lotions. Ik heb veel te veel body lotions. Veel te veel. Ik krijg het nooit meer opgesmeerd. Douchegels, daar kun je nog een beetje onbewust mee spleurtjes, zeg maar. Zo lekker. Maar body lotions, als het op je huid zit, zit het op je huid. En als je te veel doet, dan zit er zo'n vies vettig laagje op, wat ik niet fijn vind. Ik heb ook heel veel body lotions en body butters opgestuurd gekregen van bijvoorbeeld de Body Shop. En ik heb het gewoon niet nodig. Dus ik wil daar heel graag mezelf echt, mag ik niet kopen. Hetzelfde geldt voor deo. Ik heb nog een levensgrote voorraad Secret deo. Ze zeggen dat er een houdbaarheidsdatum op zit. Maar goed, ik heb nog nooit gemerkt dat die over de houdbaarheidsdatum is en dat die dan niet meer goed is. Vooral omdat ik die verpakking ook echt dicht laat. Dus dat scheelt wel enorm. Serums. Stik bijna. Nee, dat valt wel mee. Valt zo overdreven. Serums mag ik ook niet kopen. Ik heb te veel serums. Veel te veel. En serums zijn van die dingen die je denkt van ja, maar dat gebruik je toch. En hè, twee keer per dag. En een dagcreme gebruik je één keer per dag. Dus dat gaat wel op. Dat is ook precies waarom ik te veel serums heb. Met de gedachte van nou, het komt wel op. En ik ben nou op een punt dat ik denk, het komt niet meer op. Dus ik mag het niet kopen van mezelf. Face washes heb ik niet nodig. Ik heb veel te veel opgestuurd gekregen van de Body Shop. Wat ik ontzettend fijn vind en ontzettend leuk vind. En ook echt top vind om lekker te proberen. En je te laten zien dan wel op Instagram, dan wel op YouTube, waar ik niet meer zo heel actief ben op Instagram. Evenals foundations, ik heb het niet nodig. Ik heb veel te veel foundations. En het is wel ergens een uitzondering, moet ik zeggen. Ik heb natuurlijk een YouTube kanaal. En dat geldt eigenlijk overal voor. Ik heb natuurlijk een YouTube kanaal. Dus als ik het voor de video nodig heb, dan wil ik hier wel een uitzondering in maken. Omdat ik natuurlijk rekening moet houden dat ik producten ook moet testen. Dus als er straks van Catrice en Essence nieuwe spullen online komen, dan krijg ik het niet opgestuurd. Ja, dan moet ik misschien een uitzondering maken. Maar niet voor mezelf. Ik mag het niet voor mezelf meer kopen. En de laatste, lipbalsams. Ik heb lipbalms opgeschreven. LIB-balms. Schiet me maar lek. En handcreme. Ik heb hier al 3 tubes handcreme liggen op tafel. Why? Ja, ook veel opgestuurd gekregen. Hartstikke leuk en hartstikke fijn. Maar dan hoef ik het dus juist niet meer zelf te kopen, omdat ik er genoeg van heb. Dus dat is eigenlijk alleen maar top en mooi, toch? Ik heb nou deze liggen van Tessels. Een hele fijne trouwens. Ik heb deze liggen van de Body Shop. En dan zie ik daar ook nog eentje van Knijp liggen. 3-in-1 ruimte. Nou, dan heb je echt te veel handcremes. En ik heb er ook nog voorraad daar in mijn tas en in de badkamer. Dus ik heb het gewoon echt niet nodig. Dit is eigenlijk hoe ik het dit jaar wil gaan doen met mijn shopverbod. Met mijn beperking van het shoppen. En ik hoop, kijk, weet je, het gaat spannend worden. Want ik vind het heel moeilijk en dat weet ik. Maar ik denk dat ik wel extra gemotiveerd ben. Omdat ik een huishouden heb te runnen. Hè? Mijn huis moet onderhouden. En dat ik heel veel kosten op dit moment ook aan dit huis heb. Omdat er van alles niet goed gaat. Dus zodoende denk ik wel dat ik het vol ga houden. Dit was in ieder geval mijn shopverbod / shopbeperking. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doe een duimpje omhoog. En vergeet me niet te volgen op Instagram. @vrouwkjelosmakeupx. Heel erg bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Doei!